Ik luisterde laatst, ik zat in de auto. Ik luisterde naar, hoe heet het? 100% NL. Ken je dat? Dat is een radiozender met alleen maar Nederlandstalige muziek. En Ed Sheeran. Ja. Raar format, toch? Dat gaat zo van, hier zo. Gaat zo van, 100% NL, alleen maar Nederlandstalig. The club isn't the best place to find a lover, but the bar is where I go. Huh? Heel raar, maar goed. Dus, maar wat er gebeurde was, ik zit in die auto en op een gegeven moment was er een nieuwsbericht. En dat ging over Me Too. Het was iets over Harvey Weinstein of Bill Cosby of zo, weet ik niet meer. Maar het was allemaal vrij grafisch met details en zo. En ik zit in die auto en ik dacht, oh, wat zijn sommige mannen toch al klootzakken. En ik voelde me een beetje viezig daardoor. Maar 1 seconde na dat nieuwsbericht begon er een liedje. En omdat dat Nederlandstalig is, komt het altijd heel gek binnen. En het was het liedje Mag ik naar je kijken van Marcel de Groot. En als je nog in de MeToo-sfeer zit, is dat een heel raar liedje. En Marcel die heeft het niet van een vreemde, want zijn vader die zong al, Boudewijn de Groot, die zong al, zo heb ik nog een stuk of wat vriendinnen die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. Maar waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders ze wel klein. Oké, geef me hier die joint, Boudewijn, dankjewel. Maar Marcel, zijn zoon, die heeft dus een liedje dat heet Mag ik naar je kijken? En ik zit dus in die auto, ik heb het meegenomen, ik zit in die auto, ik voelde me helemaal een beetje viezig, mietoerig. En ineens kwam dit voorbij op de radio. Dus ik in die auto, stom. En opeens deze tekst door de speakers van mijn auto. Hier. De meeste vrouwen doen me niet zoveel. Prima. Ik zal net zo met de meeste mannen. Whatever, oké. Okay. Soms ligt het aan de vorm van een hoofd, of zit een spijkerbroek gewoon te strak gespannen. Oké, die spijkerbroek snap ik misschien nog wel. Toen was skinny jeans nog niet in of zo. Maar soms ligt het aan de vorm van hun hoofd. Dit is een beetje alsof Marcel de Groot al 13 mislukte dates met de kinderen van Barba Papa heeft gehad of zo. Nou, hallo, ik ben Marcel de Groot. Oh, ik ben Barba Bientje. Oh, ik had me je heel anders voorgesteld. Dat is een beetje mijn dingetje. Nou, oké, dat ging verder niet op. Dus ik zit in die auto, liedje ging verder. Zelfs al zijn ze prachtig om te zien. Vrouwen zijn prachtig om te zien. Dan worden ze door iedereen aanbidden. Iedereen vindt ze sexy. Ik word er maar zelden warm of koud van. Mijn adem wordt er nooit door afgesneden. Nee, het doet Marcel helemaal niks. Maar soms zie ik een vrouw waar ik op slag van hou. Waar ik het allerliefste zomaar tegen zeggen zou. Ja, dus soms ziet Marcel de Groot iemand waarvan hij denkt, ja, daar kan ik het wel mee. Met die vrouw, daar wil ik iets mee gaan doen. Die komt hij dan tegen in de metro of zo, weet ik veel. En dan denkt hij, ja, met die vrouw, daar ga ik iets mee doen. Wat wil Marcel de Groot dan doen met die vrouw? Wat wil hij doen? Mag ik naar die kijken in het volle licht? Vol licht, TL-buis aan. Bouwlampen erbij. Zo, poef, 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 ziekenhuislampen. Waar is dit in godsnaam? Waar is dit? Waar? Het licht komt niet van buiten. Want Marcel de Groot heeft in zijn huis een kamertje met er in de midden een bedje. Met gordijnen die dicht kunnen. Met TL-buizen erboven, bouwlampen erbij. Zo. En dan? Wat wil hij dan doen met die vrouw? Wat gaat hij doen met die vrouw? Wat doen? Mag ik je observeren? Observeren? Dus je zit in de metro. Dan komt Marcel de Groot binnen. Die zegt, mag ik even aan je hoofd voelen? Ja, perfect. Kom maar mee. En dan loop je mee zo heel ongemakkelijk, want je hebt zo'n spijkerbroek aan, anders mag je niet mee. En dan zegt hij, hier in mijn huis heb ik een kamertje met een bedje, ga vast maar even liggen, ik moet nog even wat halen. Wat ga je halen dan? Een vergrootglas. Een vergrootglas? Om je te observeren. Maar het is niet zomaar observeren. Hier. Van dichtbij zonder kleren. Van dichtbij zonder kleren. Maar nu is de vraag, wie heeft er geen kleren aan? Ja. En wat is erger? Dat je in de metro zit, dat Marcel de Groot zegt, mag ik even van je hoofd voelen, kom maar mee naar mijn huis met een kamertje, bedje, ga vast maar even liggen, doe je kleren alvast maar uit. Want dat hij zegt, mag ik even van je hoofd voelen, kom maar mee naar mijn huis met een kamertje, bedje, ik moet nog even wat halen. En dat hij dan 6 minuten later poedelnaakt binnenkomt met een vergrootglas om zijn pik getaped. En dan eindigt het met hier. Je kent er net 30 minuten. Het is...